Hallo YouTube, vandaag laat ik jullie een goocheltruc zien en wel op mijn rekenmachine. Een soort wiskundetruc. Ik ga 4 getallen oproepen met een bepaalde functie. Rand int en die neemt een willekeurig getal van 0 tot en met 9. We hebben 2, we hebben 0 en we hebben 6. En nu doe ik het 4e getal een beetje anders. Van 0 tot en met een heel hoog getal. En het is dit getal. En dan nu de goocheltruc. Ik ga de getallen van laag naar hoog invoeren. Dat waren 0, 2, 6 en 4, 6, 5, 8, 7. Oké. Hij gaat even nadenken. Wat hij nu doet is het berekenen van magische getallen, namelijk x, y en z. Ja, ons eerste getal was 0. Wat gaan we doen met 0? We gaan het verheffen tot de macht x. Vermenigvuldigen met y. Hoop. En er z bij optellen. En het tweede getal is 2. En als we het nu nog eens een keer tot de macht x gaan verheffen, met y vermenigvuldigen en z bij optellen, dan komt eruit 6. En geloof het of niet, maar het derde getal, vierde getal, ja, dat hadden we ingevoerd. We kunnen net van alles en nog wat proberen. Even kijken, bijvoorbeeld een derde, 2/3, 50, 60. Nu nemen we 1/3, doen we tot de macht x. Keer y plus z. Dat is 2/3. Doen we het nog een keer. Dan hebben we 50. En doen we het nog een keer. Daar hebben we 60. Nou, nog één keertje. Even kijken. 8. 800. 801. En 900. Nou, dit keer duurt het iets langer. Oei. Lijkt erop dat hij een beetje van streek is geraakt. Dat wil nog wel eens gebeuren. Probeer het nog een keer. 5, 7, 685 of 6085 en 10.000. 5 tot de macht x. Keer y plus z is 7. Oh, ja, dat is 7, vind ik. Daar hebben we 6085 en 10.000. Nou, ik ben heel benieuwd of iemand van de kijkers erachter kan komen hoe ik dit heb geflikt. Ik kan je wel vertellen dat het wiskundig klopt. Dus het is niet zomaar een of andere flauwigheid. En ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Doei!